van Dan Bruijs. Het is 2-1 voor Feyenoord. Kun je vertellen hoe je hier bent terechtgekomen weer? Nee, ik bedoel, ik zit nog zonder club, dus er is nog geen beslissing genomen. En ja, je moet toch een beetje de ritme houden of een beetje de ritme terugvinden. En daardoor hebben we gevraagd om mee te trainen bij Excelsior en dat was goed. Vind je het gek dat je nog geen club gevonden hebt eigenlijk? Nou ja, vind het gek. Ik bedoel, ik had het misschien anders gezien, maar op dit moment wacht ik gewoon geduldig af. En, ja, wegen we alle dingen tegen elkaar af en neem ik een zo goed mogelijke keuze daarin. Want ik kan me voorstellen dat je genoeg aanbiedingen hebt gehad, maar daar zit dan niet het juiste tussen wat jij wil? Ja, er zijn inderdaad wel dingen geweest, leuke dingen en minder leuke dingen. Ik bedoel, het gaat erom dat je het goede uitkiest en er zijn wel dingen geweest, maar dan praat je met name over het Oostblok. En heel eerlijk gezegd zie ik mezelf daar op 24-jarige leeftijd niet zomaar naartoe gaan. En, daarin is het gewoon even afwachten en er spelen nog wat dingen, maar het is natuurlijk afwachten tot het echt concreet wordt en daarin een goede keuze gemaakt kan worden. Het liefst train je natuurlijk zo kort mogelijk mee hier? Nee, het liefst kan ik snel weer spelen, dat is het belangrijkste en daar doe ik het voor. En, dan maakt het op zich niet uit of ik lang mee train of kort mee train. Ik bedoel, ik probeer gewoon de jongens wat bij te brengen en op die manier ook mijn conditie op peil te houden. Dus, van beide kanten is denk ik positief.